Zo deelt VVV de lakens uit in het eerste kwartier en komt het binnen dat kwartier ook op voorsprong. Nu is het wel raak voor Mitchell van Rooyen. Mitchell, morgen de wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Dat is een speciale wedstrijd voor jou, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Het is een speciale wedstrijd voor mij. Ik heb daar genoeg jaren in de jeugd voetbald en ook voor Jong Utrecht zelf, voor het eerste. Dus het is een mooie wedstrijd, maar ook die wil ik gewoon winnen morgen. Zijn er nog veel jongens die nu in Jong Utrecht spelen die je nog goed kent? Ja, er zijn een aantal jongens die ik heel goed ken nog. En vooral beste vriend Nick Venema, ja, die ken ik heel goed. En daar ga ik gewoon heel goed mee om. Dat is ook wel leuk om te zien. Heb je dan in Arnhem na zo'n wedstrijd contact met elkaar? Of hoe gaat dat? Nou, we hebben eigenlijk elke week, elke dag wel contact. En nu we tegen elkaar spelen is het wel even grappig. Even lachen, maar het is gewoon, net als elke week heb ik gewoon even veel contact met hem. Wat voor een ploeg is Jong Utrecht? Ik denk dat ze vooral aan het begin goed gestart zijn aan de competitie. En nu de laatste weken ietsje minder, wat minder gewonnen. Alleen voor ons ook, wij hebben die reeks ook gehad. En we weten dat je dan heel erg op zoek bent naar een overwinning. En dat zullen zij ook zijn, maar wij willen doorpakken. Ja, en voor jou komt de wedstrijd op een mooi moment tegen je oude club, want zelf ben je aardig in vorm. Ja, nee, ja, het gaat goed. Ik speel veel en ik pik mijn goaltje af en toe mee. En dat is voor mijzelf mooi, maar vooral mooi dat we ook gewoon de 3 punten behalen in de laatste weken. Ja, je hebt nu al 3 keer gescoord. Ja. Weet je wat je eigen record is in 1 seizoen? Ja, toevallig heb ik dat vorige week nog gehoord. 4 goals in 1 seizoen in de keukenkampioen-divisie. Bij Jong FC Utrecht? Bij Jong Utrecht. Maar nu zit je al op 3, dus dit seizoen gaan we een nieuw record krijgen? Ja, hopelijk wel. Ik probeer gewoon elke wedstrijd mijn best te doen. En als ik in die situatie kom, dan hoop ik dat ik hem erin kan schieten of koppen. Ja, je begon hier een beetje met blessureleed ook. Ja. Heb je nu echt het gevoel dat je echt weer terug op je topniveau bent? Nou, dat nog niet. Voetballen denk ik dat ik nog wel meer kan laten zien. Maar ik moet wel zeggen dat ik steeds fitter word weer. En wel steeds weer naar dat niveau toe kom wat ik kan halen. Maar er zit nog meer in het vat. Met jou gaat het dus wel lekker nu. Met het team gaat het ook steeds beter nu, hè? Ja, zeker. En dat is mooi om te zien. Want uiteindelijk wil je als team ook gewoon 3 punten pakken elke wedstrijd. En je ziet na een lastige periode dat we daar nu ook steeds meer punten gaan halen. En hopelijk dat we dat morgen weer voortzetten. En dan de tweede helft van het seizoen ook nog genoeg punten pakken.